de provincie Flevoland zeker een mooie plek als grote transporteur om te zitten. Ik heb redelijk veel in vrachtwagens gezeten, dat klopt. In mijn jeugd, in mijn studententijd, veelvuldig transport gedaan rond boerderijen en dat soort dingen. Ja. De ontwikkeling gaat heel snel. Daar staat transport en logistiek ook bekend om. Transport en logistiek Nederland, zo mag je het eigenlijk wel noemen, dat is de bloedsomloop van Nederland en van de Nederlandse economie. Zonder transport is er geen economie. De provincie Flevoland is zeker een mooie plek als grote transporteur om te zitten. Omdat je natuurlijk midden gecentraliseerd in het land zit. We kunnen alle kanten op een redelijke tijd heen rijden om toch snelle bereikbaarheid voor iedereen te hebben. En we zien in ons type samenleving dat de wereld ook op transport en logistiek steeds ingewikkelder wordt. Nederlandse transporteurs onderscheiden zich in de zin dat als het ingewikkeld wordt, moet je bij een Hollander zijn. Kom maar op, wij regelen het wel. Sinds de baanverbreding hier in Zeewolde richting alle belangrijke snelwegen in Nederland is het een stuk beter. Je komt gauw richting Amsterdam, Zwolle, noem maar op. En essentieel wegennet is belangrijk om goed van voor naar achter te kunnen bewegen. Bij een niet goed wegennet zit je natuurlijk al vast aan extra tijd. We moeten onder ogen zien dat Flevoland turbulent ontwikkelt. Het blijft hier niet bij, dus het is nu wel goed. De kunst is om ervoor te zorgen dat het over 25 jaar ook nog goed is.